Wat was tijd van NDL, dan? Ik ben Rick, welkom bij de aflevering. Van de 6 Good Odyssey, vorige aflevering, hebben wij alle priesters hier geholpen en dan gaan we met Midon, de oudere priester, praten. Kijk, soms heb je zo'n aflevering en dan neem je die gelijk naar een andere aflevering op, dan is de volgende vraag, wat ga je vertellen in zo'n aflevering? Oud-Griekenland. Oud-Griekenland is prachtig. Ik bedoel, de setting in deze game is echt prachtig gemaakt. Ik ben er heel blij mee, ik vind de game wat dat betreft heel nice, alleen... Zeg maar, de setting vind ik heel nice. De setting waarin de game zich afspeelt. De game aan zich weet ik nog niet helemaal. Weet ik nog niet helemaal uit. Guards! They're dead. And you must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Okay. I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Midon is a caring, generous man. I want answers from him, not you. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. Okay, let's go to Mirini. The Spartan woman, was her name Mirini? Cool. They said she had a baby with her. Okay. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Midon prayed for its life. Okay. You saved the child. No. I doubt that. But als de baby daadwerkelijk de baby is waarvan ik denk dat het is, Deimos, dan ligt hij er. Do all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his servant. We share a sacred bond. A sacred? Right. Okay. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my brother here, you and your priests left him for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. Somehow I doubt that. En volgens mij krijg ik een flashback. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky he survived as long as he did. That fall was devastating. My baby. Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. Raise Hera. They're gone. They're both gone. Okay. He wept for that Spartan woman so far from home. Her baby barely recognizable. Hardly breathing. Tell me, please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Midon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to him, before finally leaving him to the gods. Chrysis took the baby, didn't she? And she made en Chrysis is een lid van de dingen van de kosmos. Where is Chrysis? There is an altar where people offer their sick babies to be healed. This is where she took. Ik zei toch, volgens mij zit ze in de secte van de kosmos. En volgens mij is ze al dood. Volgens mij heb ik haar al gekild. To this sanctuary to heal. But I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Daarmee volgens mij heb ik haar al gekild. Maar adonome. May Ira bless our sacred. Oh, never mind. Chrysis, ja, hier. Maar ze is wel deel van de secte van de kosmos, en I figured. Ik had al zo'n vermoeden. Nou, ik dacht dat ik haar al had gekild, maar like, ik had het fout. I was wrong. I was very wrong. Oké, eens even zien.
Dit is de eerste keer dat wij voor een missie iemand moeten steken. Interesting. Even kijken. Wij volgen nu geen missie toch, of wel? Of volgen we wel een missie? Het is in Korinthe en dit is in Chaos. Ja, volgens mij hebben we die missie nu gecleared, lijkt mij. Ja, we hebben legit gewoon die missie afgerond. Het is nu aan ons om gewoon crisis neer te steken. Crisis is de moeder van hem. Zo, zeg maar de ja, hoe zeg je dat? Peetmoeder, I guess. Trek Argolis in. Ze zit in Argolis. Daar kunnen we afchecken. Als ze hier aan de buurt steken, gaan we neer. Anders gaan we gewoon verder met het volgende gebied. Argolis is dit gebied. Wat is deze missie? Oh, wat, hè? Waar de fuck is die missie heen? Oh, hier. Huh? Die missie stond er net niet tussen, toch? Oké, okay, whatever. We gaan gewoon verder. Oké, wel. In dat geval, ik had het fout. Ik dacht dat we die missie gewoon hadden afgerond. Dat we die in onze vrije tijd moesten killen. Maar dat gaan we dus niet. We gaan, eens eventjes iemand zoeken die, waarschijnlijk meer informatie heeft dan dat we ooit zouden kunnen krijgen van iemand zonder tong. Dat wil ik zijn. Ik vind in ieder geval mijn magical pony flying through the sky. Ja, ik heb een eenhoorn. Laat me. Mijn eenhoorn is gewoon goeie. Zij zit hier ergens. Where you at, bitch? No, bitch. Where you at? We gaan hier naar boven. De vrouw die Crisis heet. Is going to die. In mijn niezen. Ik heb het altijd in de winter. Dan moet ik. En dan moet ik fucking veel niezen. En ik ben niet allergisch voor iets of iets dergelijks. What's this? Must be getting close. Cool. Nou, het is tijd om aanwijzingen te zoeken. Denk ik. Help het huilende babytje. Dat gaan we doen. Dit is een goede missie. Dit is een goede missie. Eindelijk een missie die een beetje op elkaar aansluit en één doorgaande storyline heeft. Niet eentje die zeg maar fucking. Het zijn normaal gesproken hiervoor waren het allemaal losse missies. En dat is annoying. All you cultists will die here. Where are you at, bitch? Nou, kom maar door. Zo. Moet je echt laten middle damage, for sure. Huts. Het klonk denk ik alsof de muziek zo harder ging. Hij is dood. Even mijn spullen pakken. Ik heb voor mijn verjaardag heb ik Rollercoaster Tycoon 2 gekocht. En het leek me wel leuk om die te gaan streamen, maar ja. Het probleem daarvan is dat niemand het kijkt, dus like. Weet je? Je moet soms een beetje twijfelen of een beetje kijken naar wat je wil playen op je kanaal. Crisis. Killing seems to run in your bloodline, almighty eagle bearer. Don't you dare speak of my family, snake. I still remember the night your mother brought me my child. The sad, pathetic thing, crying in the rain. Had I known then that Mirini had two children. But here you are. My family is complete. What is this? Let my mother believe her baby was dead. But he was. Oh, how she wept when his little heart stopped beating. But then I took care of him. Placed him on this very altar. Screamed for the gods to spare his life. And they listened. Okay. What did you do with my brother? I saved his life. By teaching him to suffer, to know pain so well that he would learn to welcome it like an old friend. Jesus. And now he will teach all of the Greek world to know that pain. Ja, ik had een zorgen moeder. Tortured him?
He was just a baby. I taught him to survive. This world is cruel. It demands strength or death. So I gave him strength. Fucking bitch. I'll run my spear through your throat for the pain you've caused. This world is pain. Het probleem is, ik moet iedereen vermoorden en ik ga dus ook zijn hele, zeg maar, iedereen vermoorden die zijn, die hem heeft op laten groeien. Wine to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This goes beyond my family. You and your cult are going to destroy the Greek world. You bring nothing but suffering. You talk of suffering and yet you come drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your brother. Here, let me show you. Is dat? Oh, vuurbom. Save the baby. Bitch, ik kom jou halen. He was dying. Chrysis had me bring a gift to Ira so that he might be protected. Chrysis lit the temple on fire with the boy and me inside. Chrysis is a servant of Ira. She does what needs to be done. What? What needs to be done? She left your baby to burn alive. And you saved him. God bless you, Eagle Bearer. Geen probleem. Now, sweet child, Mater is here. You're saving the baby. Is the right thing to do. Chrysis's reign of terror must end. If what Chrysis said was true, Irini believes my brother died long ago. I can't let Chrysis walk free. I'll kill that Malaka. Waar the fuck is die bitch? Kom wel persoonlijk opzoeken, meid. Is het nu wel aan mij? Of... Volgens mij is het nu wel aan mij. Where is Hoed? De dood komt voor iedereen. Is dat een missie die we moeten doen voor de kill? Zo. Nieuw wapen. Eindelijk weer een zwaard. Even zoeken. De dood komt voor iedereen. Waar zit die? Volgens mij... Ik hoorde iets. Daar word ik niet gelukkig van. Volgens mij is dit de missie voor haar. Dus we gaan naar teleporten. En we gaan nogmaals Mirin... Of Mirin... Godverdomme, niet Mirin. Mirin is moeder. Crisis gaan we gewoon killen. Want de hele fucking aflevering probeer ik Crisis te killen. En ze gaat de hele tijd zo wegrennen. Ik moet zo heet het andere mensen saven. She's gonna die, bro. She's gonna die. We're finishing her. Ah, man. Het is zo lang geleden sinds ik echt Engels heb gesproken. Normaal gesproken, ik heb voorheen TTO gedaan. Dus Engels spreken was voor mij vrijwel een... Hoe zeg je dat? Een deel van mijn... middelbare schooltijd. Maar nu heb ik het al heel lang niet meer gedaan, dus... Ik vraag me af hoe goed ik het nog kan. Ja, tot het moment dat je... Zeg maar, dat is gewoon een kwestie van een knop omzetten, denk ik. Dat is best wel met dat soort dingen. Lopen hier twee... Hoe heet die guys? Huur of... Niet huurmoordenaar, jawel. Mercenaries. Volgens mij is hetzelfde, maar dat maakt voor de rest niet uit. Die mercenaries... Ik ben eindelijk van mijn premie af. Ik had op een gegeven moment zeg maar fucking... ja, zoals in GTA, 3 sterren. Weet je wel? Dat is een beetje veel. Dan heb je zeg maar om de fucking 3 seconden heb je een nieuwe premie aangevraagd. Ja, dat is nou ook niet altijd ideaal. Maar hey, daar zijn we nu vanaf. Wie ben jij? Oh, dit is de chick. Die ik net haar kind heb teruggegeven. Raiders in the forest. My husband, he tried to fight them off. Okay. If your husband is facing the bandits alone,
Als dit niet de missie is, dan is het klaar met deze aflevering, man. Ja, weet ik. Dat kind heb ik letterlijk net aan haar teruggegeven. Oké, ik ga nu kijken als hier fucking staat dat... Waar de fuck is die chick heen? Waar de fuck is Jesus? Where you at? Bitch, where you at? Hier is een centaur, hier zit iemand van level fucking 49. Nou, die ga ik nooit killen van mijn leven. Hier misschien? De zilveren griffioen, dat is ook iemand anders. Waar de fuck is zij? Ze is gewoon weg. Waar is die fucking... Waar is dat wijf? Waar is Kises? Hoe ga ik haar ooit killen? Er is toevallig geen andere missie die ik heb gemist ofzo. Fuck it, we gaan deze gewoon doen. Fuck it, we gaan gewoon deze missie afmaken. Dat is de laatste missie van deze aflevering. Ik ben zo hella confused. Misschien is het wel zo dat gewoon een van deze missies gewoon leidt tot de kill van Crisis, maar dat is de man. After you save that child, hey, there we go. Can't help but do the right thing, can you? Nee, dat is wel een beetje mijn ding. You killed this man just to set a trap? It's an honor to give your life to Ira's greatest priestess. He died willingly. With him gone, I have room for one more on my council. It isn't too late to join us. You've lost your mind, Chrysis. This is madness. A world where a killer like you is held up as a hero. That is madness. This is the world you helped to make. I will unmake it. Very well. If you wish to be an agent of chaos, if you wish to be a killer, then kill, child. Oké. Dood. Deze kastje fucking tankje, man. Holy shit. Hey, waarom de fuck komt Ikaros zo eerst invliegen en dan vervolgens gaat hij weer weg? Like, zo werkt het niet. Jij moet zo inkomen vliegen aan mij helpen en niet wegrennen. Is het eindelijk tijd voor een Rakuyaska Tinpache moment? Hell ja, yeah. Daar ben ik echt down voor. Pop, 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 pop. Rakuyaska Tinpache, bitch. You fucking snake! Your child. I will find my mother and we will be together again. I will make this right. This is for my mother and every family you destroyed. Dede. Vrij weinig bloed. Normaal gesproken bloeden mensen wel dood van een trove slash, maar sure. Zij niet. Fucking tank. Crisis, dood. Toch is het gelukt. Ja, dit is dus aanbieders van de Bloodline. Allemaal guys. Ultimate Fighters, allemaal bullshit, whatever. We hebben in ieder geval weer iemand gekild. We hebben een extra artefact fragment. We hebben een nieuw stuk armor. Is dat... Ja, krijgen schade, krijgen de tering. Best bedankt voor het kijken van deze aflevering. De dood komt voor iedereen. Like, abonneer, reageer en tot mijn vrienden. Hoop ik de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering. Van Assassin's Creed Odyssey. En dan gaan we naar Chaos. En dan gaan we daar een piraat ontmoeten. Dus zie je.